Mensen, en welkom to bij iets nieuws. Wij gaan vandaag een dansspelletje spelen, ja. Is heel anders, hè? Mario of Luigi? Nou. Mario gewoon, easy, normal. Normal, we doen het op normal, jongens. Are you sure about that? Doe het normaal. Jongens, dit is een... Oh, jongens, dit is zo lang geleden, jongens. Echt. Ik heb het spel zo lang niet meer aangeraakt. Ondertussen zal ik hem even gaan beginnen. Maar ik heb het spel zo lang niet meer aangeraakt. Ik was het ook namelijk kwijt. Hey Mario, you've got a problem here. Zo. Hallo. Hey Mario. Hij heeft nog gelijk een huis met zijn hoed erop. Hey, just there, someone stole the music keys. Huh? Oh, hier zit... Maar ik was het spel dus 5 jaar. Ik dacht dat ik een programmeerd film met Game Mania of zo daar had verkocht. Zo, weet je wel. Was niet zo. Wat leuk is, ik heb dit spel met die dansmat erbij. Toen echt heel lang geleden. Dus weet je al, ja. Je hebt gewoon, ik had hem gewoon op het begin verhaal. En dat is het leuke. Dit spel vind ik dus. Ik denk 2-3 weken terug. Tenminste, op het moment van opnames dan. Want je ziet het. Ik ben nog steeds niet vooruit, dus kom ik zo terug. Maar ik ben dit spel gewoon bij die dansmat. Ik dacht, de fuck is dit voor onzin? Goed verhaal. Oké, okay. Maar in ieder geval, ja, dat was het dus. Ik speel dit spel dus hier. Goed. The music keys, you know. No, the swears that hold the power of music. They were locked up in the triple tower, so for the safekeeping. But someone broke through the seal and stole the keys. Oh, oké. Okay. Dat is niet echt heel pijn. And then release all the music into the land. If you're quiet, you can hear the music. Shh, can you hear it? Sometimes I suddenly catch myself dancing the music. It's creepy, but also kind of fun. If you don't find the keys, we'll all be doing this dorky dance forever. Oh yeah, and the chaos and discord will rain down on the Mushroom Kingdom and maybe destroy it. Oh, je vindt de muziek in Forest? Yep, here we go. Ik weet goed dat ik vooral de beter was met de Luigi en met Mario, maar oké, okay, goed, sure. Huh? The fuck? Oh ja, we hebben Olivia. Oh no, we get Frost Beacon. Do you remember the... Oh. In ieder geval jongens, wat ik wil gaan doen met deze serie, is... Ik weet niet of ik één wereld of één video ga doen. Ik denk het wel. Ja, ik ga het gewoon alles in één. Ik ga gewoon één wereld per video doen. Even kijken of ik dit nog kan. Oh ja, dit is echt. Dat doe ik ook op normal. Dit is echt zo tering makkelijk deze. Echt op bereik. Dat is niet te geloven. Echt op bereik. Oh, oké. Okay. Even concentreren, jongens. Even concentratie. Links. Kom op. Oh, wow. Jee. Dit is vrij ook weer zo'n nummer. Oh, jezus. Weet je wat nou is? Hiervan, ik gebruik mijn nieuwe controller die ik laatst gekocht heb. Bij dit spel. Niet echt handig, denk ik. Eens even kijken. Boven. Echt op bereik. Hoe lang duurt dit? Nee, dit shit! Heb ik er echt in gemist? Oh my god, en die voelt me echt een nieuw flow. Die voelt me echt zo'n sukkel? Kom op. Ja, leuk vissen. Hi, ik wist niet dat jij vis had, Mario. Ik heb er sowieso één gemist, dus dit gaat sowieso... Niet nog een keer. Ze geven me ook een keer beneden, fijn. Echt, schiet dan toch eens op met die pokken. Echt, ik vond het broer die dodge echt verdomd grappig. Oh, echt, oprecht. Ik mis die één ook gewoon echt, hè. Maar in ieder geval, jongens, je ziet, ik ben nog steeds niet vooruit. Kun je nagaan hoe lang dit geleden dat ik het opgenomen heb. Maar jongens, ik hou gewoon van productiviteit. Baby.
Nee, vind ik prima. Niks meer aan de hand. Gewoon mee doorgaan. Maar je ziet het, ik hou gewoon productiviteit, oké? Okay? Ik kan... What can I do? Is er nou... Huh? Wat is dit? Oh my god, moet ik dit echt gaan doen? Boink. Are you ready? Oké. Dit is gewoon... Heb je het er echt in gedaan? Zal ik eerlijk zeggen, jongens, ik heb het spel zo vaak uitgespeeld. Dat ik de story mode al lang niet meer eens gedaan heb. Ik heb gewoon echt meer free time gedaan met familie. Dat ik echt gewoon daadwerkelijk wist dat deze minigames erin zaten. Echt oprecht. Bravo! Dankjewel, 35. Maar in ieder geval, ik ben nog steeds niet verhuisd, jongens. Ja, sorry, maar ik hou gewoon van als ik een goed weekend heb, waarmee ik dingen kan doen. Goed verhaal. Oh nee! Wat is dit? Hey, here it is, Triple Towers, shall we? Dang it. Of nee, toch niet? What's going on? The door's locked? Huh? I have a surprise for you! FBI, open up! Ja, voor die afstand, pik. Denk het ook. Hi, Waluigi. Claim the music key in the name of, Waluigi. With this key, I'll be the best dancer in the world. Boink. Are you okay, Mario? Oh, jee. Uh-oh. Wil je nou dus? Je hebt deze? Wow, that's pretty deep. I don't think you can jump out from where you are. Okay, ik ga gewoon door. Fuck dialogue. Underground mode. Je hebt hier ook nog een andere van. Je hebt ook nog een soort. Hoe zeg je het? Soms heb je een soort. Dit is zeg maar wereld 1, level 2, dan level 2. Level 2, 2.0. Je hebt twee. Ja, je snapt het punt. Twee levels hiervan. Let's go. Domme. Oh, ik was vroeger echt helemaal gek op dit. Ik was vroeger echt gek op dit nummer. Dit was echt één van mijn favorieten in het hele spel. Oh my god, kijk, dit bericht echt herinnering op, vriend. Echt oprecht, ik meen dit. Shy guys, echt oprecht. Stap je nu wat ik net normaal doe? Dit is echt wel veel te makkelijk, jongens. Even achterover zitten. Lekker even rusten. Kom op. Nou, één ding weet ik wel zeker. Ik heb het nog niet verleerd. Ik wil niet gaan jinxen. Maar het lijkt er nu toe op dat ik dit nummer eigenlijk al heel goed onder controle heb. Toch? Ik bedoel, dit gaat wel redelijk, toch? Ik bedoel, het is niet zo dat ik meteen dingen maak. Dat ik één mis of zo. Dit gaat gewoon lekker. En weet je wat leuk is? Op dansmat is het sowieso niet moeilijk, hè? En natuurlijk, dit is ook pas normal, hè? Onthoud, je hebt ook nog hard. Very hard. Is super hard, volgens mij zelfs. Oeh, get wrecked, son. Get it! Can I call you a dancing master? Oh, ho! Omo. Hey. Een shop. We hebben een shop. Even kijken. Oh nee. Kan je even uitleg? Over there? Isn't the key to the Truffle Towers? That's
right? Yes. Oh my god, back over. Those darn kids, they treat my precious garden like a playground. If you can get rid of the Koopa Troopas, then the key, the troop doors, is yours. Leave it to me! Oh, ik vond het ook zo leuk, jongen. En de meeste, ik denk echt, en elke wereld zit er wel een paar van die leuke. Maar echt, met name wereld 1 was gewoon echt leuk. Oh, dit nummer, man. Echt, deze nummer is echt oprecht. Zo lang geleden. Echt oprecht. En dat even, ik dacht vroeger altijd dat die Koopa-sjaal op het dak van dat gebouw een M was. Dat had ik vroeger altijd. Ik weet niet waarom ik dat dacht, maar... Ja, sure. Ik vind het altijd... Ja, en... Je vraagt direct af, Arend, waarom in godsnaam doe je dit spel? Ik vind het een leuk spel, oké? Ik vind het wel, ik vond het vroeger zo'n leuk spel. En ik dacht, weet je wat ik doe? Ik dacht bij mezelf hier ook doe. Ik pak het spel weer eens een keer uit de kast. Doe dan beneden. Oh jee, dubbel. Doubles! Net of je Monopoly aan het doen bent en dubbel gegooid hebt. Maar ik meen het zo lang geleden? Ik ga echt iemand even aan mijn moeder vragen. Man, weet je nog hoe lang geleden dat is dat ik dit spel heb aangeraakt? Was wat ik het al zei, het spel was kwijt, ja. Ik was het spel kwijt, maar... Ik speelde het spel vroeger bijna elke dag! Ik speelde het spel vroeger elke dag met mijn neef en mijn nichtje. En wij met z'n drieën... deden het gewoon om de beurt. Je kan maar met twee man max. Nee, maar wij deden het zo vaak vroeger, dat was echt gewoon absurd. You move a killer, Mario. Those shells will fail twice next time. They're trying messing with my carrots. Like I promised, here's the key. Okay, I gave it gewoon. I stopped gewoon de toodse jaszak. Meep. I stopped gewoon toodse jaszak waarschijnlijk, of boekzak. Leglab. Ik weet dat... Hoe moest dit? Zal ik eens naar je? Ik heb Storm Mode zo lang niet meer gespeeld. Even kijken, oh ja, zo. Acht punten. Oké. Okay. Jasje. Oké, als jullie het zeggen. Even kijken. Bravo! Opslaan, oh Jezus Christus. Elke keer. Nou, we zijn... Wacht eens even. Let's go in. Wacht even, vriend. Je komt van deze kant. You gotta do whatever it takes to get the music key from Waluigi and lock it safely away. Ja, dat is wel goed. Wacht even, we kwamen van links. Maar we stonden aan de linkerkant. We komen van deze kant. Ha! Gay! You give us the music key now. The only way you get it back is if you defeat me in a dance-off. Oh. Destruction dance. Ik weet nog niet meer welk nummer. Ik weet nog niet meer wat dit was. Ik weet nog niet meer wat dit was. Are you ready? Okay. Oké, okay, zijn dat bommen? Oh, er staan bommen boven die pijl, oké. Okay. Here we go. Oké, okay, vanaf nu gaan we het beginnen, oké. Okay, even kijken hoe wij dit gaan doen. Kom aan. Waar zijn die pijlen? Dit? Huh?
Fuck you, Luigi. Luigi, wat dan? Wat een Luigi voor nu? Doei! Oké, het boeit me echt niks dat ik even die Grace aan het halen ben. Oké, okay, kom op. Kom maar. Dat met die vlammetjes is zo, moet ik in te schatten wanneer die er precies goed voor staat, weet je wel? Dat is zo irritant! Come on! Oké. Okay. Oei. Oh, Luigi. Weer great. Kom. Ah, jongen. Concentratie. Innerlijke vrede. Alweer. Komt die vrouw niet innerlijke vrede, hoor? Oei. Hij gaat er niet, Hij gaat toch niet kaboomba, hè? Of wel? O jee, Waluigi heeft echt heel erg slecht gedaan. Waluigi heeft zeer slecht gedaan. Ik had er wel verwacht dat hij op nog wel wat zou kunnen. You're a fantastic dancer. Oh shit, ik raak de microfoon. Shit. Oké, jongens. You did it. You got the music key back. But our journey has just begun. I don't know how to say this, but there are 4 music keys in all. Oh, god damn it! You can take back for it. Originally, the 4 keys were kept in the Truffle Tower for safekeeping, but whoever released the music keys also stole the other 3 keys and scattered them across the land. We need to find the 3 keys and lock them back in the Truffle Tower to restore the order again. Please, Mario, we're all depending on you to find these keys. Oh, okay. Jongens, dit duurt wel een beetje lang zo. I've prepared the SS Brass to help us. Hop on board and we'll start our journey to find the missing music keys. And we're off! Oh, jezus, eindelijk. Nou jongens, het is wel mooi geweest van vandaag. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik heb geen zeker welk duimpje omhoog doen. Bonus stage! Oké, heel snel. Oh my god. Oké, zal wel. Jongens, dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Vergeet zeker, heb je ook duimpje omhoog als je niet gedaan hebt. Abonneer ook even als je het niet gedaan hebt. Zou ik erg waarderen. En dan zie ik graag in de volgende aflevering weer. Adieu, tot volgende week.